De Tweede Kamer evalueerde vorige week de wet passend onderwijs. Het streven is dat leerlingen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs blijven, desnoods met extra ondersteuning. Maar er is een groep leerlingen voor wie dat niet haalbaar is. Esther van Loon, directeur van Speciaal Onderwijs De Dijk in Druten, vertelt over het onderwijs aan deze leerlingen. De school biedt heel veel structuur in de preventieve zin om te zorgen dat de lesstof goed aansluit, dat ze niet gefrustreerd raken, maar ook om te voorkomen dat er uh, gedoe ontstaat tussen leerlingen. Proberen ze goed te voorkomen. En, de, en uh, daarmee ontstaat ook veel rust en daar ga je deze leerlingen in. Het is hier in de regel misschien wel rustiger dan op een school voor regulier onderwijs. Kinderen die uh, overprikkeld zijn in het basisonderwijs of uh, het te moeilijk vinden. Die ervaren hier dat ze aansluiting hebben, dat ze er weer toe doen, dat ze gewoon een van de leerlingen zijn die lekker meedraaien. En dan is er vaak ook een heleboel frustratie weg en ja, is het ook in de thuissituatie uh, rustiger. Leerlingen Joep en Simon hebben het in elk geval naar hun zin op deze school. Hier heb ik veel vrienden om me heen en je wordt hier sneller geholpen. Uh, alles is niet zo ingewikkeld. Bijvoorbeeld, als je het uh, niet snapt, dan komt je vrouw gelijk bij en die gaat je dan helpen. De basisschool is echt super druk. Ik heb een stuk of 30 kinderen. Uh, je krijgt meteen al moeilijke les, terwijl je hier gewoon van vooraf aan begint. Ja, het is gewoon fijner op deze school. De moeder van Joep vertelt over de samenwerking met de school. Dat hebben we ook al een paar keer gehad. En dan gaan we ook samen met, met Joep en de juf of de meester in gesprek. en dan kan we ja, bekijken welke puntjes we aan kunnen pakken, wat voor hem makkelijker wordt en voor de andere kinderen. En, uh, zodat we dat uh, kunnen aanpassen en dan uh, werkt school ook gewoon mee. Toen Joep klein was, hadden we al in de gaten dat hij extra begeleiding nodig had. Dus toen zijn we met uh, karakter uh, in aanmerking gekomen en die heeft ons geadviseerd om uh, kleinschalige klassen uh, te starten voor Joep. Dus toen is hij uiteindelijk niet naar het basisonderwijs gegaan, maar naar het speciaal basisonderwijs.